Hallo lieve gemeenteleden. Er wordt de laatste tijd wel weer wat voor ons gevraagd. Hadden we net de boel weer mooi op de rit en krijgen weer nieuwe berichten dat het weer allemaal anders gaat. En dat kan ons ontmoedigen, dat kan ons teleurstellen en het is ook jammer. En tegelijkertijd wil ik u bemoedigen vanuit de Bijbel. Want daarin staat, wees altijd verheugd en bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dit is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die Hij u ingeeft. Onderzoek alles en behoud het goede. En dat is ook iets voor de komende periode. Doof de geest niet uit, bid onophoudelijk. Blijf ook verheugd in welke omstandigheden er ook zijn. En we kunnen dan misschien eventjes niet samenkomen, maar we kunnen wel weer streamen. En achter mij dan is een schilderij van Gerrit Dijkstra. En dat is ook een heel mooi beeld dat deze man, en ik denk dat het Gerrit zelf is, die zit ook mooi ergens in het bos en in de stilte. En dat mogen we nooit vergeten. Waar we ook zijn, God is altijd bij jou. God is altijd bij ons. We hebben het woord van God ook in onze handen. En we hebben een gebedsleven wat we tot Hem kunnen opzenden. En zijn stem ook kunnen verstaan in onze binnenste. En dat betekent dat we altijd dat vertrouwen ook mogen hebben. En tegelijkertijd willen we ook kijken naar wat wel kan. Wat zijn mogelijkheden, wat zijn kansen. Ook deze periode zal weer voorbij gaan. En we kunnen juist wel kijken wat in deze tijd wel kan. Blijf elkaar opzoeken binnen de kaders die nu gesteld worden aan ons. En zoek naar wegen om je geloof te blijven aanvuren. En doof de geest niet uit. Heel veel zegen. We houden contact. We zoeken naar wegen. En we blijven met elkaar verbonden in de geest van de Heer Jezus.